Nee, wacht even. Nee. Ja. Wat is dit? Oh, gappie. Doen jullie ook altijd parfum op van jullie partner? Hey, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag en het is al middag. We gaan nu naar mijn ouders. We gaan er vanavond lekker eten, chillen. Kijk, ik heb nu aan allebei de kanten 3 oorbellen ingedaan. Echt leuk. Ik ben er helemaal fan van. Hier wordt trouwens heel vaak naar gevraagd. Deze oorbel is van Anna en Nina. Deze is van Swarovski. En dit zijn mijn Pierce oorbellen. En deze heb ik ooit van Mert gekregen. Dat is een set. Maar die andere moet het achterkantje van gemaakt worden. Dus vandaar dat ik er maar eentje in heb nu. Zijn bij mijn ouders. Dat is heel gezellig. Ik voel me altijd zo wollig als we hier zijn. Alsof ik zo in een slaapzak zit. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Echt? Ja. Zo, wij zijn weer thuis. Dat is echt super gezellig bij mijn ouders. Het is een beetje laat, want hoe laat is het eigenlijk? Het is 2:15 en ik moet nog mijn vlog afmaken voor morgen. Ik moet echt nog maar een paar kleine dingen doen, maar ik moet hem daarna ook renderen en nog uploaden. Dat is vooral het ding wat altijd veel tijd in beslag neemt. En ik wil hem om 6:00 live, dus ik kan niet gaan slapen. Tenzij ik mijn wekker om 5:30 zet. Maar ja, dan blijf ik liever langer op. Dus het wordt een late vanavond. Ja, wat gaan we eten? Ik ga niks eten. Wow, wacht even. Ja, dat is echt out of character. Hey, dit is heel... Nee, wacht even. Nee. Ja, ik ga even kijken wat we kunnen eten. Oké, mensen, welkom bij het eetgedeelte met Mert. Oké, mijn moeder heeft broodjes gemaakt. Ik zie bami blokken, vegan kipcorns. Ik ga zo'n broodje in een tosti-apparaat doen en dan wordt die lekker warm. Tess, dit mag je eruit knippen, je mag het houden, kijk maar. Hallo, het is zondag. Het werd inderdaad laat gisteren. Ik ging naar bed om 5:00 ochtends. Maar goed, het is weekend. We hadden vanmorgen bezoek. Het is nu 2:30 alweer. Ik had echt nog het idee om naar de intratuin te gaan vandaag. Maar ik denk dat we het niet gaan doen. Ik moet nog het laatste gedeelte filmen voor de minimalisme challenge. Het is al 2 februari, maar ik heb het weer opgeschoven. Dus ik ben een beetje laat met alles filmen. Maar daar gaat het niet om als ik maar de hoeveelheid spullen die ik weg moet doen, wegdoe. Mocht je de video gemist hebben, hij staat nu online. Ik doe in totaal 496 spullen weg. In 1 video. Dus als je daar benieuwd naar bent, dan kan je even hier klikken. En dan kan je zien hoe ik heel erg worstel met zoveel spullen wegdoen. Ik vind het stiekem eigenlijk altijd wel lekker om zo laat naar bed te gaan en dan in de middag pas soort van te kunnen functioneren. Het is gewoon echt het ultieme weekendgevoel voor mij. Ondanks dat als ik vroeg opsta en ik heb een hele dag, dan vind ik dat ook wel fijn. Maar ja, ik hou gewoon van die nacht. Ik vind het gewoon zo lekker om nog 's nachts ergens mee bezig te zijn. En eigenlijk gaan slapen wanneer het weer licht wordt, dat is voor mij, ik weet niet. Echt is bijna een soort van vrijheidsgevoel of zo. Maar goed, door de week is dat echt onhandig, want Mert heeft best wel een aardig ritme. En ik niet. Maar dan zouden we het zo langs elkaar heen leven. Dat zou helemaal niet leuk zijn. Dus we beperken het gewoon tot het weekend. Ik heb mini croissantjes gemaakt. Zo grappig, die van Danerols, die zijn allemaal met iets van melk of boter of zo erin. Behalve de mini croissantjes, die party versie. En die zijn ook lekker, dus dan doen we gewoon die. Ze zijn een beetje misvormd, niet mijn sterkste punt om croissantjes te rollen. Hallo, het is maandag vandaag. Ik heb net even opgenomen, de intro voor mijn minimalisme video. Ik ga denk ik de rest van de dag eraan zitten om die te editen. Want dat is best wel een klus. En ik hoop dat ik mezelf ertoe kan zetten om te sporten vanavond. Dat zou echt top zijn. Verder moet ik even gaan bedenken hoe ik deze week ga indelen. Want ik heb een paar dagen dat ik ergens naartoe moet. Ik heb woensdag zangles en ik ga ook met Marije iets filmen. En vrijdag ga ik mijn boek inspreken als luisterboek. Dat is ook echt zo cool. Ik ben echt heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Voor de rest ben ik thuis en best wel wat dingen die ik wil filmen. Hallo jongens. Bubble en Ramsey zitten in mijn rommelkamer. Straks voordat ik ga editen, ga ik een planning maken. En dan ga ik editen. Oh, ik heb zo'n grote bak koffie op. Is echt niet, niet oké eigenlijk. Liefje, je ligt tussen alle rommeltjes. Vind je dat een fijne plek? Ik heb het gevoel dat jullie net zoveel van chaos houden als ik. Dit is trouwens de status van deze kamer op het moment. Ik zit erover na te denken om hier een video van te maken. Want ik wil de komende maand wel echt besteden aan deze kamer helemaal opknappen. Wat hier nu ligt wil ik wel allemaal bewaren, maar we moeten gewoon nog een plekje krijgen.
Dus let me know als je dat zou willen zien. Ik heb zo lang gedaan over die edit van de video. Ik heb een beetje gepland en nu heb ik honger. Het is ook al, het is 8:30. Waar is Mert? Soms is Mert echt om 6:00 thuis en soms dan is het 9:00 en dan denk ik van, wacht, waar is mijn vriendje? Ik denk dat hij is gaan sporten. Ik ben niet gaan sporten. Dit ziet er zo lekker uit. Ik ga dit maken. Yum, yum, yum. Ach, kijk dit nou. Jullie zijn echt de schattigste katten van de wereld en ik blijf het maar zeggen. En mijn kijkers worden er waarschijnlijk ontzettend moe van, maar dit is mijn oordeel en daar moeten jullie het mee doen. Oh, ze liggen bijna nooit meer samen. Ik vind het zo lief. Och, dat buikje. Oh, wat een lekker buikie. Lekker. Toetie, toetie. Sorry voor deze baby talk met mijn katten altijd, maar ik kan het niet helpen. Ze zijn het licht van mijn leven, jongens. Begrijp dat dan. Ze zijn mijn allesjes. Mijn day ones. En al die dingen bij elkaar. Oké. Ik ga eten maken. Het verdwenen vriendje is terecht. Het is 9:45. Sticker. Oh. Mooi. Hey, het is dinsdag. Ik weet niet wat me is overkomen, maar normaal is Mert altijd degene die als eerste opstaat en alles voor elkaar heeft. En vandaag ben ik het. Dus ik weet nou niet of dat ligt aan mij of ligt aan Mert. Ik ga even naar de supermarkt, want we hebben niet echt ontbijtdingen in huis. Wel beleg, maar geen broodjes, crackers, helemaal niks. Moet je eens kijken wat ik tegenkwam. Ik weet niet of dit al bestond. Dit bestond vast wel, maar ik heb het nog nooit eerder gezien. Mandarijnensap. Misschien is het wel helemaal niks hoor. Ben ik nu in een soort van marketing ding getrapt. Maar ik wilde het gewoon even proberen. Ik vergeet altijd dat ik gewoon gratis koffie kan drinken bij de supermarkt. Even kijken, heb ik nog iets bijzonders? Ik heb eigenlijk gewoon de usual gehaald. Tijgerbollen, want die vind ik heel lekker. En gewoon bruin brood. Avocado's, wat beleg voor op brood. Dingetjes voor Mert. Niet zo bijzonder verder. Ik heb net gefilmd en geëdit voor een Sims aflevering voor mijn gamekanaal. Sims bestaat deze week 20 jaar, dus ik dacht ik ga de Sims 1 spelen. En het was echt chaotisch en nostalgisch. Oh nee, het is te gaan uitbreiden. Waar blijft die brandweer? Komt die brandweer hier aanrennen zonder wagen? Want Sims 1 was 20 jaar geleden. Echt super leuk. Dus die heb ik geëdit. Die is nu aan het renderen. Ik ben iets te lang doorgegaan, want nu is het al 4:10 en ik moet nog lunchen. Maar ik zat er zo lekker in. Zo, ik eet het restje van de salade van gisteren die nog over was. En 2 crackers. Hey, het is vandaag woensdag en ik heb vandaag een dagje Amsterdam. Ik moet er snel vandoor. Dus dit was de intro. Zo, ik heb een heerlijke zangles gehad. Vroeger werd ik best wel een beetje onzeker van zangles en kon het best wel mijn buiver pesten als ik dan dingen niet goed had gedaan. Volgens mezelf dan natuurlijk. Mijn zangdocent is echt top. Maar tegenwoordig word ik er echt vrolijk van, dus dat is lekker. Ik ga nu even wat eten, ik ga lunchen en dan daarna ga ik naar Marije. Ik ga met haar opnemen vandaag voor een video voor haar kanaal. Dus dat gaan we doen. Zonnebril op. Want de zon schijnt. Ik ben echt zo'n vlogger vandaag die de hele tijd dingen vertelt, maar niks vastlegt. Sorry! Oh, liefde voor Le Pen, jongens. We hebben nu dus veganistische croissants. Zo lekker. Maar ik zit al helemaal vol van mijn lunches. Ik ga deze bewaren voor als ik weer onderweg naar huis ben straks. Dit is echt de buurt. Als je een beetje mooie auto's wil kijken, is dit echt de buurt voor jou. Als ik nu wegga, ben ik maar liefst 7 minuten te vroeg. Maar ik moet nog parkeren, ik weet niet hoe dat zit bij Marije in de straat. Dat is altijd de vraag in Amsterdam. Kan nog wel eens heel erg tegenvallen. Oké, ik ga er vandoor. Doei! Ik ben bij Marije en Max en we hebben net opgenomen. Het was een moeilijke strijd. Ik zat even met mijn hoofd in de Ik vond het mega leuk. En je was een hele goede tegenstander. Wie er heeft gewonnen, gaan we natuurlijk nog niet vertellen. Nee, zeker niet. Ja. Nu moest ik even gewoon focussen op de katten, want nu zijn Linda met haar baby's. Heel, alsof ze gewoon al maanden niet drinken hebben gehad. Hè? Maar ik vind het zo lief. Dit is de eerste keer dat ik echt zo in actie zo dat kneden zie bij de moeder. Ja, wat ze later altijd gewoon in dekentjes doen. Ja. Ja, want die van mij doen dat inderdaad echt op dekens en kussens en zo. Dat is dit. Oh, gappie. Wauw mensen, ik ben thuis en ik ben kapot. Ik weet niet waarom, maar er komt echt een moeheid over me heen. Terwijl ik echt relatief weinig heb gedaan, dus ik vind dat altijd heel irritant dan van mezelf. Maar goed, ik ben thuis, ik stop de katten even in bad. Hey, kom maar. Ik ga denk ik zo'n waterfonteintje voor ze kopen, want ze houden gewoon zo erg van het stromende water. Dus ik wil ze dat ook gewoon geven als drinkpak. Hey! Oh, ja, mijn broek is heel glad. Fijn hè jongens.
Maar de opnames met Marije waren leuk. Ik zal niet te veel verklappen, want het komt uiteindelijk op haar kanaal. Haar katten, ach, ze heeft 5 katten. Zo schattig. Niet dat dat de bedoeling was, want ze had dus een nieuwe kat erbij geadopteerd. En toen bleek die kat dus zwanger te zijn. Zo bizar. Ik ga dit pak uittrekken, want ondanks dat het lekker zit, zit een hoodie nog lekkerder. En ik heb echt de behoefte om even ultiem in comfortabel modus te gaan. Het is al ongeveer etenstijd, maar Mert is nog even naar de sportschool. Ik ga lekker die vegan croissant eten en dan ga ik daarna heel simpel koken. Ik denk dat ik een linzensoepje maak met rijst of zo, bulgur. Voor de mensen die een partner hebben, doen jullie ook altijd parfum op van jullie partner? Want ik vind het zo lekker. Ik hou sowieso best wel van mannenparfum. Ik koop mijn geuren best wel vaak unisex. Maar Mert's parfum heeft gewoon altijd iets... Het is altijd nog net iets lekkerder of zo dan mijn parfum op een of andere manier. Maar dat is hetzelfde met dat zijn truien lekkerder zitten dan mijn truien. Wat natuurlijk bullshit is. Maar het is gewoon meer het idee. Jeetje, ik zou zo kunnen slapen. Ik trek lekker mijn Hogwarts hoodie aan. En een joggingbroek van Mert. Het Bubbel is echt zo die stereotype kat die altijd zo in dozen, kistjes, zakken. Altijd, zeg maar, als er ergens iets is waar die in kan, dan moet hij er gewoon even in zitten. En dan daarna gaat hij weer weg. Maar hij moet gewoon even testen. Ik heb toch maar even snel het eten opgezet. Dan heb ik dat ook gelijk gehad. Ik maak een super simpele linzensoep en pasta met een knoflookolie. Ondertussen eet ik mijn croissant en hij is zo lekker. Ach, waarom verkopen ze dit niet in de winkel, man? Hij is ook nog eens bio. Mm. Ik had nog wat dingen meegekregen van de opnames, waaronder dit. Harvest Moon kokosyoghurt met citroen en bergamot smaak. Wauw. Ik heb dus ook dit, gerookte tofu. Ik denk dat ik dat door de pasta ga doen. Oh, lekker. There it is, de linzensoep. En de pasta. Ik zou er normaal nog peterselie doorheen doen, maar dat heb ik niet gedaan nu. Er zit nu van die gerookte tofu doorheen. Mmm, hij is kapot lekker. Die soep? Ja. Nice. Yay, we hebben een verrassingstaart, want Mert heeft 500.000 abonnees. Half miljoen! Wanneer heeft dat nog niet op gedaan? Ja, op naar de miljoen. Op Teske. Nee, op jou. Oh, op mij. Op naar de miljoen. Hey, het is donderdag vandaag en ik zit aan mijn ontbijt. Ik heb maar alles gewoon op de eettafel neergezet, want de keuken hebben we gisteren niet opgeruimd. En hij staat zo vol. Ik ga de komende paar uur dat nog eventjes gewoon wegduwen. Het bestaat niet. Keuken? Ik heb geen keuken. Altijd als we op het punt staan om op te ruimen de dag ervoor en ik zeg tegen Mert, nee joh, doe ik morgen wel. Dan denk ik die dag erna, waarom moest ik dat zeggen? Maar goed, het was gisteren Mert's feestje, want hij had 500.000 abonnees gehaald. Zo goed. 500.000 is zoveel. Ik heb wederom niet zo'n super lekker weekje. Ik zit gewoon niet zo heel lekker in mijn vel eigenlijk, eerlijk gezegd, sinds het begin van januari van 2020. Niks ernstigs, want we hebben nog steeds deze crackers in ons leven. Misschien is het wel omdat ik het heel spannend vind, omdat mijn boek bijna uitkomt. Het is gewoon, ik ben daar best wel zenuwachtig voor. Omdat ik gewoon over veel heb geschreven, waar ik niet echt over praat. Als in met mijn mond en terwijl ik iemand anders tegenover me in de ogen aankijk. Jullie kijk ik nooit in de ogen aan. Ik kijk alleen maar naar een cameralens. Misschien is dat het. Misschien is het gewoon een soort van die winterblues of zo. Want elke keer als er zo'n mini beetje zonneschijn zo doorbreekt, dan voel ik me wel opeens heel gelukzalig. Dan denk ik, oh, de wereld kan nog mooi zijn. Maar vandaag heb ik echt een beetje een regeldagje. Want ik ga allemaal pakketjes versturen van de kleren die ik online had gezet op United Wardrobe. Die echt al bijna allemaal verkocht waren nog voordat de video online kwam. Dat was echt insane. Ik moest even uitzoeken hoe dat allemaal werkt, want ik verstuur nooit pakketjes. En de vorige kleren die ik had verkocht, die had het team van United Wardrobe voor me verstuurd. Maar nu doe ik het gewoon zelf. Dus ik moest even uitvogelen van, oké, maar wacht. Wat is nou een brievenbuspakketje en wat is een groot pakket? En ik heb dus per ongeluk bij een paar aangegeven dat een brievenbuspakket is. Maar ik kan helemaal niet door de brievenbus. Dus dan moet ik weer een ander label gaan kopen. Maar het komt allemaal goed. We zijn ondertussen ook bezig met de boekpresentatie organiseren. Dat is niet voor kijkers, dat is echt voor pers en vrienden en familie. Maar we hebben nu een locatie, dus dat is top. En nu ga ik even eten, want het is echt chaos in mijn hoofd. En misschien komt dat wel gewoon omdat ik nog niet gegeten heb. Mandarijnensap. Mooi. Wauw. Dus cheers. En ik zie jullie straks. Ga rennen. Oh, iemand gaat hele vieze pootjes krijgen. Oh. Nou, ik wil jullie vandaag heel graag laten zien
hoe ik heel enthousiast mijn luisterboek aan het inspreken was. Ik voelde me gistermiddag al niet zo lekker en toen gisteravond werd het erger en ik werd vanmorgen wakker met super erge keelpijn en oorpijn en ik heb overal spierpijn, dus het zijn een beetje griepachtige dingetjes. Maar mijn stem slaat ook steeds over en ik voel me gewoon niet chill. Zo'n luisterboek inspreken, in mijn geval, zou het ongeveer 4 uur duren. Dus dan moet je ook echt 4 uur lang praten. Ja, ik zag dat gewoon niet zitten. Dus we hebben dat verplaatst naar over 2 weken. En ik ga vandaag op de bank liggen met een deken. Ik baal echt, want precies als ik me zo voel, schijnt de zon. Maar ja, it is what it is. Ik ben gelukkig geen goed gezelschap. Bubbel altijd onder die deken. Dus ik denk eerlijk gezegd dat ik hier de vlog ga afsluiten en dan kan ik hem misschien vandaag nog editen of morgen. Ik heb geen goede inschatting van hoe deze vlog is, maar ik heb het idee dat het een beetje een flutvlog is. Maar ik kan er nu even niks mooiers van maken. In ieder geval bedankt voor het kijken. Ik upload elke woensdag en zondag. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond en ik zie jullie bij de volgende. Bye!